Steeds meer jongeren hebben schulden. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek van incassobureau Vlaanderijn. 5% van de jongeren heeft een schuld van meer dan 3000 euro, oplopend tot wel 20.000 euro. Wij gingen de straat op om te vragen of de Groningse jongeren een beetje met hun geld om kunnen gaan. Ja, ik kan wel redelijk met geld opgaan. Nee. En jij? Ook niet. Ja, ik denk het wel. Nee, ik niet echt. Ja, best wel, ja. Ja, ik wel. Ja, ik geef het niet uit. Nee. Jij? Ja, ik wel, ja. Humanitas is een vrijwilligersorganisatie die mensen hulp biedt. Bijvoorbeeld jongeren met schulden. Heike ten Hoven is zo'n vrijwilliger in Groningen. Zij heeft wel een idee waarom steeds meer jongeren schulden hebben. Dat is internet. Heel simpel gezegd, internet. Ze gaan op internet en, oh, dat truitje vind ik leuk. Nou, en dan doen we, oh, ik heb deze maand niet zoveel geld. Dan doen we het maar bij PayPal en dan zie ik het wel weer. Nou, en dat is eigenlijk een dooddoener voor heel veel jeugd. En dat is echt met name eigenlijk alle jeugd, bijna alle jeugd. Want ze hebben geen inzicht meer. Vroeger had je een portemonnee en dan wist je, nou, het einde is in zicht. Maar dat hebben ze nu niet. Ze kopen maar en dan kopen ze op afbetaling. En ja, uiteindelijk moeten ze toch terugbetalen. En dat hebben ze dan niet door. Of ze hebben het wel door, maar ze denken van, wie dan leeft, wie dan zorgt. Doet de Groningse jeugd ook aan achteraf betalen? Soms, ja, bij kleding wel. Nee, ik betaal eigenlijk altijd wel gewoon in één keer. En dan, als ik het niet wil, dan krijg ik het wel gewoon weer terug. Nee, ik koop alleen maar als ik het geld er ook wel voor heb. Ik ook niet, ik gebruik dat niet. Nee, eigenlijk niet, dat niet. Nee, als je niet kan betalen, kan je niet betalen toch? Dan moet je niet achteraf. Nee, dat vind ik ook niet verantwoord eigenlijk. Toch veel jongeren doen het wel. Volgens Heike is er eigenlijk maar één ding dat helpt. Je houdt het nooit tegen. Voorlichting is het allerbelangrijkste. Nou, wat wij als Humanitas ook doen, dat is wij gaan dus ook naar scholen toe. En dan gaan we dus de kinderen ook voorlichten. En dan gaan we ze dus leren om met geld om te gaan. En hopen dat ze er wat van opsteken. Want ja, internet is en blijft gewoon een dooddoener voor de jeugd. Ook voor de Groningse jeugd is de bodem van de portemonnee wel eens te zien. En daar heeft ieder een eigen oplossing voor. Nou, het is nu op. Ja. Het geld gaat nooit op. Ik spaar de helft van mijn salaris per maand. Dus. Ja, daar stel je een goede vraag. Ja, je moet zorgen dat het niet op het einde van de maand op is. Nee, bijlenen. Toch?